Hallo lieve waterman, welkom bij jullie maandreading van mei 2024. Vandaag gaan we kijken wat er naar voren gaat komen voor de komende periode. Nu tap ik in op mei 2024, maar mocht je deze video op een heel ander moment zien, weet dan dat er altijd wel ergens in deze video een boodschap dan voor jou bij zit. Mocht het zo zijn dat je het gevoel hebt van nou, dit is niet mijn reading, kijk dan echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. En wellicht zit daar dan wel een passende boodschap voor jou in. Zoals je ziet liggen er al orakelkaarten klaar. Dit heb ik tijdens de voormeditatie al geshuffeld, zodat ik direct kan beginnen met jullie reading. En ik dus niet te veel tijd kwijt ben met het shuffelen van de orakelkaarten. We hebben als eerste kaart 31, maak 4. Door to value. Voor mij voelt het dat niet altijd dat het te maken heeft puur met financiële voorspoed. Maar dit kan op meerdere facetten naar voren gaan komen. Maar we gaan dadelijk eens even verder kijken wat erbij gelegd kan worden. We krijgen ook de seed, kaart 25. Oké. We hebben shield, maiden, make plans en focus. En we hebben karmische loop. Het patroon dient doorbroken te worden om je les te voltooien. En dat kan ook met die deceit hier te maken hebben. Dat je een beetje in een zelfsaboterende energie zit. Waardoor je dus nu de komende periode ook inzicht gaat krijgen van oké, nu mag ik er iets mee doen. Want dit staat jouw deur naar waarde of deur naar mogelijkheden eigenlijk in de weg. Dus nieuwe plannen maken, de focus gaan verleggen, de focus naar het juiste gaan projecteren, waardoor je dus die karmische loop kunt gaan doorbreken. Maar we pakken er gelijk eens even kaarten bij. Okay, koningin van bekers. De 10 van bekers op kop. De 5 van zwaarden. Oh, nou ja, dat zijn er te veel. Dat gaan we niet doen. Eens even kijken. Shuffle ze nog één keer even opnieuw. Veel onrust in het energetisch veld voelbaar voor jullie. Oké. De zonkaart en de hierofant. Oh, hier starten we dan even met iets mindere periode. Maar daarna ga je wel weer naar die vernieuwing toe. 2 van staven krijgen we erbij. Dus je bent nog een beetje in een afwachtende positie. Waardoor je nog niet helemaal door kunt pakken. Nu voelt het voor mij dat er de komende periode inzicht gaat komen over dat stukje karma, over bepaald bedrog. En dat kan voor iedereen anders zijn. Hè? Karmische loop kan ook betekenen dat je te maken hebt met een partner die misschien vreemd gaat of niet eerlijk is. Of dat op het werk iets niet helemaal lekker loopt, waardoor jij in je onderbuik voelt van nou, daar klopt iets niet, maar je kunt de vinger er niet op leggen. En dat er dan in één keer inzicht komt, aha, dat is het dus. Dit is dus waarom ik dit voelde. Er is dus een bepaalde disharmonie actief, wat niet kloppend is. En vooral omdat we dan hier de kaart op kop zien in combinatie met de 5 van zwaarden. Dus er is een bepaalde conflict situatie die nu even in de weg staat om vervolgens weer te kunnen gaan groeien. Om weer naar een nieuw stukje ontwikkelingsproces te gaan. Dus voor sommigen kan het zijn dat je de komende periode inzichten gaat krijgen op een bepaalde situatie of verbinding waarmee je bent of geconnect bent, dat het niet zuiver is. Welke reden daar dan achter zit, zul je dan ook naar voren gaan krijgen. Maar voor sommigen kan het zijn dat je dit al voelt, maar er nog niets mee durft te doen. Ik pak dan nog gelijk even een kaart bij. Ik wil een kaart bij de 10 van bekers en de 5 van zwaarden. Oké. Er is bij sommigen van jullie nog een bepaalde passie aanwezig.
waarbij je nog niet in wil zien dat iets niet voor jou bestemd is. Maar dit gaat de komende periode wel gebeuren. Dan kun je die karmische loop doorbreken. Kun je er weg van lopen. Krijg je nieuwe inzichten en nieuwe richtings puzzelstukjes op je pad. Waardoor jij dus ook je voet de goede kant uit kunt laten lopen. Ik voel wel veel weerstand vanuit de andere partij aan jou trekken. Waardoor jij dus elke keer teruggetrokken wordt. Een soort bungee cord waar je aan vast zit. En deze bungee cord kun je dus ook energetisch doorbreken door middel van een meditatie of een ritueeltje dat jij visualiseert. Dat cord tussen jullie doorbroken wordt, doorgehakt, doorgeknipt. Hoe je het dan ook doorgeslepen. En welke vorm jij het dan ook door zou willen breken. Wat gewoon voelt voor jou als passend. Je hebt zo ontzettend veel kracht in je zitten, lieve waterman. Maar het is wel zo dat je deze in de juiste vorm eigenlijk mag toe gaan passen. Niet in de kracht in de fysieke vorm of in het stukje woorden in een negatieve gebruiksvorm. Maar vanuit bepaalde emoties in balans houden, je zachtaardigheid. Liefdevolle energie voor jezelf. Ben je als man aan het kijken, kan dit ook jouw energie zijn, hè, lieve kijker. Het voelt voor mij dat het nu tijd wordt om ook dit stukje te doorgronden. En het voelt voor mij ook dat je daar nog niet de balans in weet te vinden. Een stukje verdedigingsmechanisme, communicatie is daar een onderdeel van. Maar ook jouw onderbuikgevoel, maar ook jouw hoofd. Het voelt voor mij dat er... Ja, dat je misschien te veel in je denken gaat zitten en vanuit daar dingen gaat redeneren. Maar wat voel jij van binnen? Is dat pijnstukje of gevoel wat gekoppeld zit aan die situatie of persoon, is dat gegrond? Is dat vanuit boosheid? Is dat vanuit verdriet? Hoe kun je dit ontwisten dat je dit vanuit liefdevolle energie los kunt koppelen? Dat je iemand bijvoorbeeld vergeeft of iemand... Kun je misschien nog niet vergeven, maar kun je wel ontkoppelen van ik ga daar geen negatieve energie meer aan spenderen. Maar ik blijf in mijn positiviteit staan. Ik blijf daarop vertrouwen dat dan het juiste aan karma ook naar de persoon toe gaat. En daar hoef ik dan zelf niet meer boos op te zijn. Want ik ga ervan uit dat het universum zijn werk doet. In de zin dat ik het mooiste stuk kan doorlopen. En de andere persoon die in het negatieve heeft gestaan, zijn of haar eigen stukje mag doorlopen. Dat je daar ontkoppeld van raakt. We krijgen wel de 8 van staven onderkant dek. Dus het is wel zo dat er heel veel gaat veranderen. We krijgen de magie erbij. Onder de zonkaart. Dat is een hele goede plus. En we krijgen de ridder of de koning van staven op kop. Mag ik daar nog een kaart bij? Koning van bekers op kop. Ja, ik heb ze echt gewoon rechtop zitten allemaal hoor. Maar Oké. Wat hier dus naar voren komt. Voor sommigen die dus nu aan het kijken zijn. Is het zo dat jij vast blijft houden aan een verbinding. Wat hier dus ligt op het romantische vlak. Waar jij heel graag mee wil connecten. Omdat je denkt dat het een twin flame is of een soulmate. Maar dat is niet zo. En dat het nu jouw les is om dat te doorbreken. En hier doorheen te gaan komen. En dat je dan ook weet van oké, ik voel dus nu in het energetisch veld. Inderdaad dat het niet kloppend is. Ik ga manifesteren vanuit die hogere trillingsenergie. Want wat hier ligt... Jouw wens om te connecten op zielsniveau, die is duidelijk aanwezig. Dat is die door to value. Maar daar zit nog iets tussen wat opgelost mag worden voordat dit pas kan komen. Dus die knopen doorhakken is er een onderdeel van. Balans weten te houden, vanuit de positieve stukjes manifesteren. Dan ga je je eigen shift inzetten. Als je je eigen shift in hebt gezet, zul je ook merken van oké,
ik ben verder aan het groeien met de personen waarmee, persoon of personen, want het voelt voor mij dat het hier twee afzonderlijke energiestromingen zijn. Deze personen zijn niet meegegroeid, dus dan weet je al dat het geen zuivere verbinding is. Want zit jij in een zuivere soulmate verbinding of twin flame verbinding en de een werkt aan zichzelf, neem je automatisch de andere in de shift mee. Dat hoeft niet te zijn dat als jij in deze shift zit en de andere daar, dat deze persoon in één keer daarheen groeit. Nee, maar het gaat wel zo met zich mee. Het is niet zo als jij gaat groeien en de andere gaat zo, dan is het een onzuivere verbinding. En dan heb je je eigen voor de gek gehouden. Het is wel zo dat je beide dient te groeien. En dat hoeft dan niet in dezelfde snelheid te zijn of de een maakt een sprong naar boven en de andere loopt een beetje zo langzaam. Ik hoop dat jullie het eigenlijk zien, want ik zit hier dingen uit te beelden, maar geen idee of jullie het zien. Het gaat er meer om dat je bewust gaat worden dat bepaalde verbindingen niet zijn waar jij dacht dat het was. En dat is een patroon die doorbroken dient te worden. Maar dit mag je vanuit je gevoel gaan doen en niet vanuit jouw denken. Want dan zul je ook het gevoel krijgen van oké, zie je wel, dan ga je weer nadenken. En dan kan je daar weer antwoorden op binnenkrijgen, maar dat is vanuit je ego. En je ego spreekt anders als dat jij jouw hogere zelf laat spreken. Je wil de boodschappen via jouw hogere zelf ontvangen, want dat is de zuivere stroom. En daar ga jij dus lessen in leren. Maar daarvoor is herstel, heling, ontwikkeling, ontkoppeling voor nodig. Neem daar dan ook de tijd voor. Hè? Want alleen door de tijd te nemen kun jij succes bieden. Kan de juiste communicatiestroom tot stand gaan komen. En kun je ook weer naar die vernieuwing. We krijgen onderkant dek weer de zonkaart bij de zon en de magier. Dus als je dan gaat kijken van oké, ik heb bepaalde conflict situaties in me zitten. Ik weet niet goed hoe ik dit mag doorbreken. Ik voel die passie nog niet helemaal in mezelf. Ik ga aan mezelf werken. Ik leg de focus op mezelf. Ik ga met mijn karmische stukken aan de slag. Projecties wat buiten jou naar jou toe gekoppeld is. Dit kun jij ontdoen door middel van die karmische koorden te doorbreken. En jij gaat op je eigen pad verder. Jij pakt je eigen shift. Jij pakt je eigen groei. En wie er dan op jouw pad mag komen, of dat het nou op zakelijk vlak is, op romantisch vlak of vriendschap vlak, jij zult wel gaan voelen dat de juiste persoon je pad dan mag kruisen. Jij hebt de kracht, jij hebt de inzichten. En als je de juiste inzichten hebt, zie je dus ook in dat sommige verbindingen niet de verbindingen zijn die bij jouw systeem horen, die bij jouw energiestroom horen. Kijk eens, want eraan vasthouden heeft geen zin, maar eraan blijven werken, dan zul je vooruitgang gaan boeken. En dat is dus ook wat ik voel, hè? Dat er sommigen echt nog niet klaar voor zijn om daar doorheen te gaan, om het toe te geven. Het is niet zuiver, het is niet juist. Ik zit in een karmische loop, karmische verbinding, karmische situatie. En daar ga je de komende tijd dus mee aan de slag. Je gaat dus inzien van oké, ik heb heel veel mogelijkheden in het hoogst haalbare energetisch veld om te gaan creëren. Maar dat kan alleen als ik mezelf daarin niet saboteer en door die diepgang heen gaat. Ontkoppeling doe van energiestromen wat niet voor mij bestemd is, wat mij kan schaden, waarbij ik dus niet in de juiste energiestroom kan gaan groeien of mijn trillingsenergie kan upgraden. Het kan een roerige tijd gaan worden, maar ik zie wel dat jij gaat inzien, oké, ik mag dus nu de energie aan de juiste personen gaan geven. Ik weet nu hoe ik dit in een hogere segment neer kan zetten. Mensen die dus aan mij zitten te touwtrekken, die niet in een zuivere energie staan, die ontkoppel ik. Daar blijf ik dan ook ver weg van. En dan zul je merken dat er in de komende periode, de komende maanden, denk tot wel richting augustus, dat dit proces pas de vruchten af laat werpen. Dat je pas gaat zien van oké, inderdaad, ik heb die diepgang nodig gehad om weer in de juiste vorm te kunnen gaan manifesteren. We krijgen dubbele kaarten, dubbele processen. Dus het kan zijn voor sommigen van jullie dat jij wensen uit gaat spreken vanuit een lagere trillingsenergie of vanuit die ego-stand van ik wil dit en dit is de juiste verbinding en het klopt wel. Terwijl je onderbuik zegt van nee, je hebt er geen gelijk in. Maar je krijgt eerst weer een karmische loop
Weer een les op je pad. Nou oké, okay, je hebt je les gekregen. Je bent ermee aan de slag gegaan. En dan gaan ze je weer testen. En ze gaan ze weer testen. Heb jij je les wel geleerd? En dat is wat hier dus weer komt. Of hou je vast toch weer aan het oude. Wat ik hier zie is dat je die doorbraak kunt gaan creëren. Maar het kan twee kanten uitgaan. Of je blijft vasthouden aan een soulmate verbinding vanuit, of een verbinding vanuit vroeger. Die jou niet bracht waar jij mocht zijn. Of je gaat opnieuw manifesteren en wensen uitspreken aan wensen die wel jouw kant uit kunnen komen. Dus dan is het stuk loslaten wat totaal niet bij jou past, is heel moeilijk. Want dat is een proces waar ik voel dat jij heel erg aan vastgeklampt bent. En dat kan op meerdere stukken zijn. Dat kan ook op werkvlak zijn. Hè? Dat je het lastig vindt om uit je functie te stappen of naar een andere baas te gaan. Misschien een carrière switch of wat dan ook. Maar je krijgt weer kansen. En in mei krijg je dubbele kansen. Maar het is aan jou, neem je die keuze ten harte, ja of nee? Of blijf je in het oude pad lopen? Want ik zie wel dat je de komende periode, en dan heb ik het echt tussen mei en augustus heb ik het over, dat je vaker getest gaat worden. En het aan jou is, heb ik er iets van geleerd, ja of nee? Maar oké, okay, dat is dan aan jou natuurlijk. Ga ik daar dan op door, ja of nee? Anders blijf je in dat stukje karmische loop hangen en zul je daarin meegesleurd gaan worden. En zal die zonperiode, de zon is natuurlijk de mooiste kaart uit het dek, zal die zonperiode ook gewoon langer op zich laten wachten. Maar goed, we pakken nog een affirmatiekaartje als laatste voor deze reading. Ik blijf gaan voor wat ik graag wil. Alles komt naar mij toe op de juiste tijd en plaats. En dit is het stukje wat je graag wil vanuit jouw hogere zelf. Niet vanuit jouw ego of vanuit je hoofd. Vanuit jouw spiritueel hart gezien. En als je daarvan uit gaat manifesteren en wensen uit gaat spreken, waar ligt de sterkaart hier, dan kun jij iets gaan creëren in een hele mooie stroming. Maar, lieve waterman, er is nu wel even werk aan de winkel om dit te kunnen doorbreken. Dus lieve mensen, mocht dit jouw reading zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. En dan wens ik jullie een mooie meimaand toe en tot de volgende video. Doei doei!